favoriete boordje. Mijn staatsschap. Dennis, waar ben je? Ja, jongens, ik kom eraan, ik kom eraan. We hebben heel erg nodig. Ja, ik weet het, jongens, ik ben er. Ik moest even mijn bord halen, oké? Hoezo een bord bij je? Dan krijg je daar toch eten. We hebben daar toch wel een bord, denk ik. We kennen toch sinds kort die nieuwe statiegeldregels, oké? Een bord lenen daar kost weet ik veel hoeveel cent extra. Zoveel geld heb ik nou ook weer niet. Maar dat is mega slim dan een portemonnee. Nee, ik weet niet. Sarah, ik heb hem niet afgewassen. Maar jongens, ik ben zo blij dat we konden afspreken. Ik heb zoveel zin in hamburger. Ik heb zoveel honger. Eindelijk naar de McDonald's met z'n allen. Dit wordt echt gezellig. We hebben allemaal geld gekregen van onze ouders. Laten we gaan, jongens. Laten we gaan. Oh, en ik kan niet wachten om deze fles op mijn hoofd ook bij te vullen, deze emmer. Want Tommy, dat is echt mega handig, hè? Hier kan ik allemaal doen en dan kan ik gewoon lopen. Oh, lekker, lekker drinken tegelijkertijd. Oh, wij gaan naar de McDonald's. Wij gaan naar de McDonald's. Oh, ik heb er zoveel zin in dat lekkere hamburgertje. Jongens? Ik ben wel open. Is dit hier gebeurd? Het was toch open stond er, zei jij, Tommy? Ja, Tommy. Dat ik zag online wel. Maar hij ziet er niet heel erg open uit. Wacht eens even, er staat een bordje. Voor altijd gesloten. Dat is toch altijd? Nee, maar wij kinderen kunnen niet zonder de McDonald's. Nee, dat is echt wel. Nee, dat is ook zin in een Happy Meal en dat soort dingen. Ja, ik hou het kan toch niet waar zijn? Dit kan toch niet waar? Ik zie er gewoon iemand staan. Hallo, we zien je gewoon hoor. Hallo? Wat denk je nou niet wat je doet hier? Wij komen een burgertje halen, meneer. Maar je weet dat de McDonald's permanent is gesloten, hè? Permanent is gesloten? Nee, maar hoezo kan dat? Jij bent hier gewoon. Je kon ons toch wel even snel een hamburger maken en een Happy Meal. Ik zit hier van mijn rust, oké? Nee, maar dat kan toch niet zomaar? De McDonald's is gesloten. Blokstad is de McDonald's gesloten. Nou, omdat er namelijk geen nieuwe McDonald's komen, oké? Oh, sorry jongens, mijn baas is niet te maken. Nee, hallo, we hebben nog een hallo! Oké, jongens, even wachten. Tommy? Oh, man! Hallo? Gaat het daar binnen? Even doortrekken. Dat klonk niet echt lekker. Meneer, gaat het? Gaat het goed? Mega vies. Wat heeft u gegeten? Ik ben gesloten. Hij is niet goed. Wat is die lul? Oké, Tommy, je moet daar zeker niet naar binnen kijken. Wat is er binnen? Nou, nu wil ik ook binnen kijken. Nee, dat wil je niet, Sam. Dat wil je niet. Oké. Maar wacht even. 3 nieuwe McDonald's worden er gebouwd in Blokstad. Ja, zeker weten. Loop maar even bij mij. Oké, dan laat ik het wel even zien. Nieuwe McDonald's, Tommy. Hoezo een nieuwe McDonald's? Deze McDonald's was toch prima? Ja, dat dacht ik ook. Deze McDonald's was gewoon supergoed. Als ik hem net hoorde met die hamburger, weet ik niet of deze McDonald's wel heel erg goed is trouwens. Zoals jullie kunnen zien, wordt hier al een McDonald's gebouwd. Wacht eens even, wat is dit voor plek hier zo? Hier wordt een nieuwe McDonald's gebouwd. Ja, zeker weten. Hier komt namelijk een €1 McDonald's. €1? Ja, dat kan helemaal niet. €1? Dat kan wel en dat gaan we bewijzen. Er komt ook nog een McDonald's van €100.000 en nog een McDonald's van €1 miljoen. En een miljoen van €1 miljoen. Ja, zeker weten. Die 3 gaan we met elkaar vergelijken natuurlijk. Dat moet best wel goed zijn. Namelijk. Wat is het probleem? Hebben jullie niet genoeg ruimte ervoor? Nou, dat niet zozeer. We hebben alleen niet genoeg mensen om het te bouwen, dus ik zoek nog mensen. Wacht, je zoekt mensen om de McDonald's te bouwen? Ja, zeker wel. Wij kunnen wel helpen, toch? Ja, wij houden het. Dat kunnen wij doen. Meteen lekker eten daarna. Ja, inderdaad. Wacht, echt waar? Je biedt ons gewoon een hamburger aan? Wow. Wij weten een betere deal, toch jongens? Wow. Als wij helpen bouwen met de McDonald's en een paar van ons doen de €1 McDonald's, een paar van ons doen de €100.000 McDonald's en een paar van ons doen de €1 miljoen McDonald's. Mogen wij dan voor de rest van ons leven gratis McDonald's? Oké, vooruit dan. Yes! Oh, yes! Oké, jongens, we moeten teams vormen. Wie van jullie gaat de €1 McDonald's bouwen? Ik niet. Ik ook ook niet. Okay, ik ook niet. Ja, oké. Okay. Jij gaat 1 euro McDonald's bouwen. Oh, Zoey, jullie gaan 100.000 euro McDonald's bouwen. Oh, dat komt helemaal goed, hè, Zoey? Ja, zeker, Sarah. Jij en ik gaan we 1 miljoen euro McDonald's bouwen. Oh, ja, zeker. Dat gaan wij doen. Hé, maar wacht eens even. Ik zit in mijn eentje. Misschien kan je het kind vragen om je te helpen. Ja, die wil je vast wel helpen. Is dat goed, meneer de McDonald's? Als hij niet al op heeft. Ja, inderdaad. Dus dat klinkt wel goed, hoor. Oké, jongens, dan weten we wat we moeten doen, oké? Zoey en Sarah, succes met jullie 100.000 euro McDonald's. Ja, jullie dankjewel, jullie 1 miljoen euro. Succes met bouwen hier. Tommy, laat hem gaan, oké? Tommy, dit ziet er niet uit als een 1 miljoen euro McDonald's. Nee, nog niet, nee. Ik bedoel, ik had wel verwacht dat er op zijn minst een gebouw zou staan die wij moesten inrichten. Maar volgens mij moeten we letterlijk de hele McDonald's bouwen. De hele 1 miljoen euro McDonald's. Ik denk het ook, ja. En de inrichting. Alleen, Tommy, ik heb een geniaal idee bedacht, oké? We hebben hier namelijk genoeg land om echt een mega McDonald's te bouwen. En als je denkt aan de McDonald's, dan denk je natuurlijk aan heel veel lekker eten, toch? Oh, inderdaad. Allemaal hamburgers met serverken ertussen. Allemaal regelen. Oké, Tommy. Het eerste wat ik zat te denken is, we maken hier een weg, oké? Vanaf hier. Dus van de parkeerplaats maken we hier een weg en die maken we 5 breed. Dan laten we namelijk de weg doorlopen naar een soort van drive-in. Want elke McDonald's heeft natuurlijk een drive-in, toch, Tommy? Inderdaad, een drive-in. Alleen, gaan we de weg maken van zwart beton of van grijs beton, zodat het goed overloopt? Het is namelijk wel lastig. Ik denk dan misschien toch wel zwart, hoor. Ik denk dat dat wel cool is, toch? Voor een beetje onderscheid. Ik denk het ook voor de onderscheid. Oké, dan komt hier namelijk de ingang en dan rij je deze kant op met je auto en dan kom je uiteindelijk hier weer terug. Dus dan maak je een soort van klein rondje. Maar de McDonald's bouwen we dan op deze plek. Laten we beginnen met het pad maken. Dus dat moeten we als eerste doen, want dan weten we precies waar we de drive-in moeten bouwen. Oh, Tommy, moet je kijken hoe onze McDonald's er al uitziet. Ja, dit ziet er echt al prachtig uit. We hebben hier natuurlijk nog de M van McDonald's natuurlijk. Nee, Tommy, nee, Tommy. Eens even kijken. Nee, Tommy, stop. Hoe bedoel je, Dennis? Dat is niet hoe je slogan maakt, oké? Jawel, toch? Dat is een gele M. Ten eerste, dit is geen M. Wat is dit tot nu toe? Je moet het nog afmaken. En ten tweede, Tommy, je bent iets vergeten. Dit is een 1 miljoen McDonald's, oké? Een 1 miljoen euro. En daarvoor heb ik een beter idee. Wat nou als we gele M vervangen voor goudblokken, Tommy? Om te laten zien hoe rijk wij zijn natuurlijk. Kijk eens aan. Deze allemaal vervangen voor dit. Het ziet er mega vet uit. Nu hebben we een gouden M voor de McDonald's natuurlijk. Tommy. Precies. Moet je even kijken wat we tot nu toe al hebben staan. Ik kan je vertellen, ik denk dat de kijkers het nu al geweldig vinden. Wij gaan deze challenge makkelijk winnen. Dit wordt de beste McDonald's ooit. Oh, we hebben hier namelijk het eerste raampje van de drive-in. En Tommy staat er maar achter, oké? Oké. Wat is je bestelling? Dag meneer, ik wil graag een hamburger alsjeblieft op een bordje. Een hamburger met zeehouwgurken of zonder zeehouwgurken? Zonder zeehouwgurken graag meneer. Met zeehouwgurken? Oké, komt goed. Dan mag je doorrijden naar het volgende raam. Oké, meneer. Laten we snel doorgaan, Tommy. We hebben namelijk hier een idee om nog een logo te plaatsen. Want we weten allemaal wat er erbij hoort, toch? McDonald's wil laten zien dat het een McDonald's is. Door extra veel logo's, zodat iedereen op de afstand meteen herkent. Kijk, papa, dat is de McDonald's. Daar moet misschien ook nog met zo'n hele grote paal met een M erop. Tommy, dat is een mega goed idee. Maar we willen natuurlijk ook een binnenrestaurant. En laten we daarvoor hier een ingang maken. Dan kunnen we hier zo meteen een buitenterras gaan bouwen. En wat we nog meer moeten doen is dit allemaal gaan opvullen hier. En ik denk ongeveer 1, 2, 3, 4, 5 hoog. 5 hoog is perfect, Tommy. Dan laten we deze paal helemaal doorlopen naar boven natuurlijk. En daar ook. Kijk eens aan. Dan moeten we het glas net wat hoger maken dat hier inderdaad ook een randje op komt. Perfect zo. Oké, nu we tot allemaal hebben gedaan. Laten we snel doorbouwen. Want onze McDonald's wordt zo vet met de inrichting. Want daar hebben we natuurlijk... dit wordt echt de beste McDonald's ooit. Iets super speciaals voor geregeld, Tommy, voor de inrichting. Om het zo McDonald's-achtig mogelijk te kunnen maken. Oh, Tommy! Of beter gezegd, manager Tommy van de McDonald's. Ja, wij kunnen met een gerust hart zeggen dat onze 1 miljoen euro McDonald's officieel geopend en af is. Hij is officieel geopend. Oh, Tommy, ik kan niet wachten om het te laten zien aan de kijkers. Het ziet er zo vet uit. En wat voor inrichting we hebben en wat voor speciale dingen. Waardoor het natuurlijk 1 miljoen euro is. Want ja, de uitstraling is zeker heel erg chic. Maar de inrichting, dat doet het hem echt, Tommy. Want dat laat me stralen naar een waarde van 1 miljoen euro. Maar eerst ben ik wel benieuwd, hoe zal een McDonald's eruit zien van maar 1 euro? Oftewel de waarde van een hamburger zelf. Laten we daar naartoe gaan, Tommy. Welkom bij de 1 euro McDonald's. Ja, 1 euro. Dit is natuurlijk iets. Tommy, zie ik nou frituurvet letterlijk afdruipen van het logo op is dat water? Godverdomme. Ik moet zeggen, aan de ene kant had ik net wat meer wensen en verwachtingen bij een 1 euro McDonald's. Maar tegelijkertijd, hoe wil je een McDonald's bouwen van 1 euro? Dus mijn verwachting vanaf nu is heel erg laag. Heb je dit gebouwd met het kind? Jazeker, alleen hij moest naar huis. Hij mocht geen Happy Meal van zijn moeder. Wat jammer, dan was hij vast niet echt happy. Oké, Zoey, laten we maar snel naar binnen gaan. Ik hoorde hem nou, kom maar binnen. Oh, nee toch? Wat is dit ook allemaal? Godverdomme. Waar we in staan. Net een nieuwe pak gekocht. Is het binnen beter dan buiten? Tommy, nee. Tommy, wat is zure lucht hier? Wat is hier lucht? Sam, zit er nou een gat in je dak van de McDonald's? Ja, we hadden niet echt genoeg blokken. Dus je wil zeggen dat als iemand hier überhaupt een hamburger koopt en hij zit hier en het regent, dat je gewoon een natte hamburger hebt? Ja, dat klopt. Ja, een sappige hamburger. Tegelijkertijd, wat zijn jullie voor oplichters? Wil je nou zeggen dat hier... Een Big Mac menu 10 euro kost, kipnuggets 3 euro, een Happy Meal 4 euro wat een en een cheeseburger 99 cent, terwijl deze hele McDonald's bij elkaar 1 euro kost. Ja, maar wij moeten ook wat verdienen, hè? Jongens, jullie weten dat ze bedoelen met een openbaar toilet, niet dat het te zien is voor iedereen buitenaf. Niet dat het letterlijk open is. Oké, Tom, nu snap ik waar die lucht vandaan komt. We moeten het belangrijkste bekijken, namelijk de hygiëne in de keuken. Laat de keuken maar zitten. Oké, kom maar in de keuken. Oké, volgens mij heb je een beetje last van wat lekkage hier en daar. Dat is niet zo lekker. Maar. Ik vind het wel een chille McDonald's eigenlijk. Nou, meneer van de McDonald's, ik kan je vertellen dat als ik zo naar het restaurant kijk, de McDonald's zelf, en ik weet dat op deze grill hier een hamburger wordt neergelegd, ik denk dat ik spontaan naar het toilet moet. Ja, ik ga een beetje mee, Zoey. Ik denk het ook. Ik denk dat ik echt acute darmklachten krijg, meneer, zonder grap. Ja, inderdaad, gewoon op één. Ja, dat is ruiken. We hebben überhaupt een drive-thru, oftewel een drive-in, waar je kan bestellen met auto's. Ja, die hebben wij. Waar dan, Sam? Nou, eigenlijk hier, maar ja, je moet er via buiten met je auto in. Jongens, ik heb genoeg gezien. Als ik dit zo zie, wil ik liever toch maar even naar een andere McDonald's. Er zit toch een gat in de weg? Ja, maar deze McDonald's is toch mooi? Nou, laten we maar gewoon naar een McDonald's gaan. Een waarde van 100.000 euro, oké? Welkom bij de 100.000 euro McDonald's. Wow. Of moet ik zeggen, Le McDonald's. Wow. Ja. Le McDonald's? Ja, dat even mee naar dit bordje. Wat bedoel je daar nou weer mee? Je moet wel zeggen, nou, het ziet er veel beter uit dan de 1 euro McDonald's die jij hebt gemaakt. Zo met het kind. Ook wel goed hoor. Oké dan. Nou ja, Zoey, waarom staat dit op zijn Frans? Dan? Nou, omdat het wat chiquer klinkt en Franse frietjes, dus ik dacht, hoppa, Le McDonald's. Oké, maar ik zie hier een mega parkeerplaats. En waar is jullie drive-thru, oftewel de drive-in? Nou, je rijdt hier al naartoe. Precies. Dus jullie hebben dat niet? Nee, we hebben het niet. Het was niet nodig. Kan jij je werk niet doen met je headset en je microfoontje bij het raam? Oké, laten we naar binnen gaan. Oké, kom maar mee. Ik ben heel erg benieuwd. Ten eerste, jullie hebben wel de McDonald's-kleur gebruikt. Voornamelijk rood en geel. Dat hebben jullie wel goed gedaan, hoor. Oh, dit ziet er wel cool uit. Nou, ik ben benieuwd. Wat hebben jullie allemaal? Om te zitten natuurlijk, want dat is heel belangrijk. Want er komen natuurlijk heel veel mensen. Ja, veel zitplaatsen zoals ik al zei. Wow, jullie hebben zelf... Ja, je kan jezelf bestellen. Ja, zeker. Ja, dat klopt. En dat is mega. Alleen, er komt niks uit. Geen bonnetjes zoals bij elke McDonald's. Dat zijn de bonnetjes. Alleen het belangrijkste, wat staat er op het menu? 3 voor de prijs van 4. Hoezo klinken jullie zo twijfelend? 3 voor de prijs van 4? Korting. Ja, dat is een goede menu. Wow, maar dat is jullie keuken. Ja, kom maar kijken, Dennis. Oké, maar ik ben benieuwd en ik denk Tommy ook heel erg. Wat maakt jullie McDonald's nou de waarde van 100.000 euro? Is dat de kwaliteit van het eten, de uitstraling? Wat is het? Nou, alles bij elkaar natuurlijk. Alles bij elkaar. Is het ook de locatie? Want dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Ik bedoel, wat een hele mooie locatie. locatie in een hele chique buurt. Inderdaad, vrij veel klanten. Ja, zeker, kijk maar. McDonald's kost enorm veel geld en ik denk niet dat iedereen dat door heeft, want McDonald's bouwt niet zomaar. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, inderdaad. Dus, ja, ik denk dat je al best wel snel een normale McDonald's bouwt voor €100.000. Want ja, McDonald's moet superveel in qua machines en noem maar op. En wat dat is best wel veel. Die altijd kapot is in de ijsmachine. Inderdaad, maar bij ons gaat hij niet kapot. Oh, wij hebben er ook één, maar die werkt. Ja, zeker, die van ons werkt. Kijk maar. In de €100.000 McDonald's wil ik zeker al een hamburgertje of iets eten. En bij de €1 absoluut niet. Want absoluut niet. Nee, ik zou die €1 ook even overslaan. Alleen jongens, zijn jullie benieuwd naar hoe een McDonald's eruit zou zien ter waarde van €1 miljoen? Ja, zeker. Ik ga benieuwd naar een gouden hamburger. Nou, ik zou zeggen, volg mij en manager Tommy maar. Welkom bij de €1 miljoen McDonald's, kan ik je vertellen. En ja hoor, we zijn welkom voor natuurlijk de megapaal, de gouden McDonald's paal. En de reden waarom onze McDonald's €1 miljoen kost, is natuurlijk door alles wat we hebben gedaan. De buitenkant natuurlijk en zowel ook de inrichting. Want zoals je kan zien hebben wij niet zomaar een letter M logo van de McDonald's. Oh nee, zeker niet. Wij hebben de gouden M. Helemaal? Jazeker. We hebben de slogan van McDonald's iets te serieus genomen en hebben het logo letterlijk van puur goud gebouwd, toch Tommy? Precies, inderdaad. Dat werkt al enorm veel waarde. Zoals je kan zien hebben we hier een mooie locatie naast natuurlijk een middelbare school, oftewel de Blokstad school. Kijk, en hierdoor krijgen we enorm veel klanten. Maar ik zou zeggen, we hebben hier een perfecte drive-thru, oftewel een drive-in. Je kan hier met je auto doorheen rijden, stop je bij het eerste raam en dan kan je door naar het tweede raam natuurlijk. Oh, maar dat is wel heel leuk. Maar dan niet alleen. Zeker, en mega. We hebben hier een buitenterras door het mooie zomerse weer. Kan je bij deze McDonald's ook lekker buiten zitten. Jazeker. Dat niet alleen. Ik zou zeggen, kom naar binnen in onze €1 miljoen McDonald's. En dan zou ik zeggen, blijf maar daarvoor staan. Ik wou zeggen, jij werkt hier niet, maar jij werkt hier wel, want je bent van de McDonald's. Wat willen jullie bestellen bij onze McDonald's? Ik wil Big Mac. Nou, luister. Bij deze McDonald's hebben we niet zomaar standaard cheeseburgers. Oh nee, zeker niet. Wij hebben namelijk speciale aanbiedingen. Wij hebben gouden burgers. Jazeker. Gouden burgers. Ja, en dan zou ik zeggen, geniet er lekker van. Zoals je kan zien bij de McDonald's hebben we hier van alles. Kom maar mee naar onze luxe keuken. We hebben hier het beste van het beste. We hebben natuurlijk alles in high-tech. Dus we hebben speciale ovens die open en dicht kunnen. We maken hier alles vers. We hebben koffiezetapparaten. We hebben hier borden en noem maar op. Waar je hamburger op geserveerd krijgt. We hebben hier persgroenten en de rest. Jazeker, het is hier heel erg netjes. Want dat moet ook. De hygiëne is heel erg netjes. Want een hamburger kost hier wel liefst €10.000. Dus die gouden €10.000? €10.000. Nee, het ding is, jullie hebben al betaald. Zodra je binnenstapt, heb je eigenlijk al betaald. Maar maakt niet uit. We hebben nog veel meer. Nou, mooie keuken hoor. We hebben namelijk zelfs nog een bovenverdieping. En moet je kijken hoe mega die is. Genoeg ruimte voor alle klanten die we kunnen ontvangen bij deze McDonald's. Genoeg ruimte voor iedereen. En omdat de McDonald's natuurlijk ook €1 miljoen kost, hebben we gekozen voor een beetje een zakelijke moderne look. En daarom hebben wij geen McDonald's speelruimte voor kinderen. Want wij verwachten alleen maar serieuze, zakelijke, rijke mensen in deze McDonald's. Dat vind ik wel leuke speelruimte. Ik zou daar wel gebruik van willen maken. Maar geloof me, ik denk niet dat je van de glijbaan wil met je kont als je net een gouden hamburger hebt gegeten van €10.000. Ik denk dat het enige wat je doet is je kijkt naar je bankapp en je gaat huilen naar huis. Oké dan. Ja, dat denk ik ook. Maar ik zou zeggen, kom mee naar de voorkant. En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd welke McDonald's de kijkers het beste vonden. Was dat de €1 McDonald's die je hier in beeld ziet? De €100.000 McDonald's die je hier in beeld ziet? Of de €1 miljoen McDonald's waar wij nu staan? Laat het weten in de reacties. Want dit was €1 versus €1 miljoen McDonald's. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op